Ding, ding. LibDub. Een hype op internet en nu ook op tv. Een hechte groep mensen maakt een speciale videoclip die zonder onderbreking opgenomen moet worden. En die LibDub wordt een verrassing voor een bijzonder persoon. What up mensen? Luister, Zierikzee is niet zo saai als jullie denken. Check deze LibDub die we speciaal voor Moechtar hebben gemaakt. Moechtar is een 17-jarige rapper uit Zierikzee. Een half jaar geleden maakte hij samen met zijn broer iets mee dat zijn leven totaal veranderde. Moechtar is gewoon heel rustig. Heel aardig jongen. Kan heel lief zijn voor iedereen. Zeker trots op hem. En dingen, als hij iets wil bereiken, dan doet hij ook heel graag. Moechtar is... Ja, hij is mijn kind natuurlijk. Ja, hij is heel aardig, jongen. Moechtar is geboren in Azerbeidzjan en woont sinds 10 jaar in Nederland. Hij schrijft zijn eigen rapteksten, maakt videoclips en treedt vaak op. De wereld lacht hem toe. Ik schrijf die 16's, ik kom de hechties. Weet dit, ik heet die neppe MC's. Want ik heb de fake fokje chip. Die laat ik ook nog bouncen op. Ja, hij heeft zeker talent, zeker. Hij kon gevoelens van zich afschrijven, erg makkelijk. En ja, dus talent heeft hij zeker wel. Hij is heel actief altijd met de sporten. Ja, en ja, hij wil altijd een mooi lichaam hebben. Ja, altijd trots. Ja, tegen de spiegel kijkt, dat, wat mooi heb ik spieren. Ja, dat is zo. De locatie van de LibDub is de plaatselijke fabriek. Alle vrienden van Moechtar zijn opgetrommeld om een energieke videoclip te maken, onder leiding van regisseur Marco Grandia. Hij moet ervoor zorgen dat de clip in 1 camerabeweging wordt opgenomen. We beginnen de LibDub deze keer buiten. Tenminste, we schieten met de camera naar buiten en dan komt een jongen aangerend en die maakt een salto door het raam heen. En dat is geen oom of een neef of iets dergelijks, want Moechtar heeft vrienden die freerunnen. En er zijn er een heleboel hier. Een stuk of 10 geloof ik. Dus we hebben heel veel jongens die salto's maken, die hier onderdoor gaan, die hier overheen gaan, die via die muur gaan, langs die paal. En het eerste stuk is 20 seconden instrumentaal. Dus de eerste persoon die zingt, die komt hier tevoorschijn. We gaan het gewoon doen. Samen met die lange. We gaan het nummer doen van Tayo Cruz, Higher. Ik vind het best wel een happy nummer is het. Let's go! Het productieteam is al uren bezig om de fabriek om te toveren tot het perfecte decor voor de LibDub. Concentratie jongens, opnames. Opnieuw. Doe het again? Nee, jullie deden iets fout qua camera, dan verdraaide iets op de camera. Er zitten wel twee buizen, dat zie je wat uitstekend. Hoe vaak kan je dit nog doen? Hoe vaak? Laat maar zeggen, het kan altijd verkeerd gaan. En ja, ik kan het zo vaak mogelijk doen. Oké, camera en playback. En hier ook uit zijn zoon met Moechtar, is vader. Dus in de eigen land. Oh, toen ja. In Azerbeidzjan woonde, in een park wandelen met de vader. Die oudste is Gajal, jongste is Moechtar. We zijn broers en we zijn als vrienden. We zijn bijna altijd samen. Maar toen sloeg het noodlot toe. Ja, we gingen stappen. Het was heel leuk, het was heel gezellig. Echt heel leuk gehad, dus we reden nooit zo ver. En ik was gewoon aan het stuur. Mijn broertje lag achterin in de auto. Dus ja, hij was ook moe, dus hij sliep. We gingen over de Zeelandbrug. Ik
kwam in Zierikzee. Het was heel erg glad, maar dat wist ik zelf niet. Dus gleed mijn auto weg opeens. Toen lagen we in de sloot. Het is hier zo ongeveer gebeurd. Ja, toen gleed mijn auto vandaar weg. En ik kreeg een klap van de auto van deze kant op. Gleed mijn auto deze kant op in. En hij lag zo omgekeerd. Ik begon te schreeuwen, Moechtar wordt wakker, Moechtar wordt wakker. Hij werd maar niet wakker, dus ik schrok heel erg. Dus ik kon niks doen. Wat ik deed is alleen maar klap geven. Toen werd hij wakker van. Maar ja, hij heeft er nog steeds, hij weet er nog steeds niks van. Hoe is het nou om weer hier zo te staan? Ja, eigenlijk wel een beetje eng. Na al die tijd, zeg maar. Moechtar werd uit de auto getakeld en met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ouders hadden geen idee wat er was gebeurd en hoe ernstig Moechtar eraan toe was. Ik zag dat alle personeel is een beetje onrustig geweest. Maar ik dacht, ik nog steeds dacht dat dat is niks te erg. Hè? Maar toen lag hij opeens op een operatietafel. Had hij zijn wervels gebroken, ribben gebroken, bekken en nek. Jij had bijna niks eigenlijk. Ik had niks. Hij had last van mijn linkschouder. De eerste vraag was aan Moechtar, hoe gaat het met Gajal? Ja, ik zei met Gajal alles goed. En dan tweede vraag is, ga ik vanavond naar huis terug? Dat was van Moechtar vraag, ja. Ja, ik zei, nee, dat denk ik vanavond kan niet. Misschien een paar dagen blijf je hier en dan wij gaan naar huis. En dat... Ik moet een stukje gaan dansen en dan moet ik de andere kant op rennen en weer dansen. Ik vind het echt leuk. Ik hou van zulke dingen meestal opnemen en dan tv of op YouTube. Flink rennen, hè? Best wel, ik moet echt hard rennen. Hoe vaak kan je dit volhouden? Ja, maakt niet uit. Dat is toch voor mijn broertje. Ik kan de hele dag blijven volhouden, dat is geen probleem. Ja, het voelde heel erg. Ik voelde me eerst heel schuldig. Dat er allemaal gebeurd is. En mijn vader was boos op me, omdat ik achter de stuur was. Maar het voelde wel heel erg. En Moechtar altijd probeerde tegen Gajal zeggen dat hij is niet geschuld. En Gajal is, hij is toch was niet geschuld. Dat gebeurt door de gladheid. Ik dacht misschien verlamd of iets anders. Ik kan er nooit meer gaan sporten. Ik slaapte daar met Moechtar in Erasmus 23 dagen. Ja, dat was heel vreselijke dagen. Heel vreselijke. Zijn jullie nog voorbereid als er wat misgaat? Ik ben zelf BHV'er, dus mocht er wat misgaan, kunnen we altijd ingrijpen. Maar dat hopen we natuurlijk niet. We hopen dat alles gewoon vlekkeloos gaat. Dus wacht het af.
dat is weer te laat. Die wow moet jij ook meedoen. Die wow. Als je hierheen loopt, je hebt één zin ervoor. En dan doe je wow. Dan draai je gelijk eruit. Oké, dus alleen wow? Nee, die zin die ervoor zat. Maar doe die wow mee, want je liep iedere keer het slot net uit. Precies, oké. Dan komt hij erop. Zo, en dan rijden wij hierheen. En dan stoppen we hier. Ga jij eraf? Nou, goed, perfect. Helemaal goed. Moechtar blijft uiteindelijk een maand in het ziekenhuis en moet daarna nog 4 maanden intern naar een revalidatiecentrum. Ja, hij is nog heel veel bezig met muziek. Hij is, sinds hij daar zit in het revalidatiecentrum, schrijft hij alleen maar teksten. En is dat anders geworden sinds dat ongeluk? Ja, hij schrijft heel veel gevoelens op. Hij kijkt, dat merk ik ook wel, dat hij tegen bepaalde dingen gewoon anders aankijkt. En dat schrijft hij nou allemaal op. Ik denk hij gewoon een iets volwassen, weet je, geworden. Ja. Maar ja, nu dat hij ongeluk heb gehad en dat als ik ergens uit ga nu, hij sms't me en zegt van, wil je alsjeblieft gewoon rustig aan doen? Maar ik doe sowieso altijd rustig aan, maar hij vindt dat nu heel belangrijk, zegt hij. Dus ik zou zeggen, naast stoere rappers doen ook de meiden uit de sportschool mee. We hebben ook samen met hem gezoenbaat. Hij moest natuurlijk een beetje meisjes kijken, dus hij is gewoon een paar keer als uitdaging is hij mee gaan doen. En hoe deed hij het? Hij kan heel goed dansen hoor. Hij kan wel lekker bewegen. Zoomba is toch een beetje allemaal meisjes. Dus ja. Ja, gewoon zo. Gewoon trekken zodat hij... Kijk eens jongens. Hond. En ik heb zo'n vermoeden jongens dat jullie iets meer naar elkaar toe moeten lopen. Zodat hij wat smaller wordt. Laten we het dan zo proberen. Kom maar weer terug. Zijn we weer terug in de eerste positie. Alleen jij loopt nu daarheen. Dan moeten we deze even goed verplaatsen. We gaan het even anders doen. We gaan hem kleiner maken. Snap je het een beetje? Alles. Dat is eventjes nadenken van wat hij nou precies bedoelt. Jullie moeten nou daar blijven staan, maar jullie moeten hem daar naar binnen duwen. Want jullie moeten nu weer naar buiten. Zitten we toch klem? Ze snappen het niet zo goed. Ja, maar om heel eerlijk te zijn, snap ik het zelf ook niet zo goed. In het begin was het even van, wat moeten we nou doen? Ja, het was wel even apart, maar het is wel leuk om te doen. Gaan we en actie.